Hey hallo, daar ben ik weer, Paul van de Wegenwacht. Ja, weer eens een keer een vlogje van mij. En deze keer vanaf het ANWB Servicecentrum in Ypenburg. En we staan bij een Suzuki Swift, jawel. En deze auto heeft versleten voorremmen, schijfremmen, blokjes. Die gaan we vervangen en ik neem jullie daar mee. Ik leg uit hoe, maar Max, onze stagiair, gaat dat doen. Eerst wielen eraf, handschoentjes aan. Nou, hier zien we de remmen, de voorremmen van deze Suzuki Swift. Dus de veerpoot, de aandrijfas, hier hebben we de remklauw en de remschijf. En de remblokjes die hier binnen zitten, die gaan we vervangen en deze remschijf gaan we vervangen. Wat gaan we nu eerst doen? We gaan eerst de remklauw losmaken van het remzadel. En daarvoor moeten we deze boutjes hier gaan losmaken. Daarvoor gebruiken we top 14, een boutje, en we houden hem tegen met een steeksleutel hier, daar ging maat 19 op. Onderste bout, goed, je geeft ze vastpakken, Max. Max, help me even mee, Max is stage aan het lopen en het gaat hartstikke goed. Toch, Max? Zeker. Wat je nou doet, dan probeer je de remklauw, die frik je voorzichtig een beetje los. Hij moet er zo uit. Probeer maar. Oké, dan hou je hem vast. Oké, Max, dan kunnen we natuurlijk de remklauw veilig ophangen aan de veerpoot. Nou, zo hangt hij veilig in. En waarom doen we dat nou? Als we hem zouden laten hangen, dan zou deze remslang en iets van rubber kunnen beschadigen. En zo voorkomen we dat een beetje. Oké. Je mag wel oppassen dat je niet dingen beschadigt, maar je doet het gewoon heel netjes zo. Nou, zoals je ziet zijn ze niet onwijs versleten. Maar het is al wat ouder. Vooral het buitenste klokje is wat verder versleten, zie je. Nieuwe blokjes. Nou, even kijken. Volgens de documentatie op kenteken zou dit het moeten zijn. Leg er even eentje op om te controleren. Zie je het nou? Lijkt mij wel prima, hè? Exact hetzelfde. Dan is hij helemaal af. En normaal gesproken, als je alleen remblokjes gaat vervangen, dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar omdat we de schijf ook gaan vervangen, moet het zadel eraf. Ja, voorzichtig opzij. Oké, nou hebben we hier de schijf, die moeten we eraf halen. Nou is het zo, die zit natuurlijk al een tijdje erop, op de naaf. En er zit een beetje roest. En dus dat gaat niet zo makkelijk los. Hoe gaan we dat dan losmaken? Nou, in de schijf zitten twee gaatjes aan beide kanten met M8 schroefdraad. En als je nou hier M8 boutjes in draait, dan duw je als het ware de schijf van de zitting af. Dus dan mag je even in de kast mag je twee M8 boutjes pakken. Gewoon vastdraaien. Ja, goed zo. Hou hem vast met je hand. En daarna ga je even over naar die. Dan doe je iedere keer een paar slaagjes. Hij is al los. Nou, top. Het ging sneller dan gedacht. Hartstikke idee. Kijk eens. Wachten. Nou, pak hem maar uit. Dus even kijken naar de diameter. Nu moeten we eerst even de naaf met een staalborsteltje even een beetje opschrijven. Schuurlinie. Het nieuwe spul zit erop. Even een stukje overgeslagen vanwege andere werkzaamheden. En Max is de volgende kant al aan het oppakken. Zo, zet. En dan pakken we hem zo meteen weer op waar we zojuist aan de linkerkant zijn gestopt. Ik wil een keer mijn presentatie doen. En nummer 2 aan de rechterkant. De binnenkant hebben we al schoongemaakt. En met één hand tegen pak je even een moertje erbij. Een wielmoer. Nou, remzadel ook schoongemaakt. En
klemplaatjes. Ook schoon. Dus die kan vast worden gebouwd. Speciaal vet op de plekjes dat de remblokjes op het zadel rusten, dat het daar niet op vast gaat zitten. Goed zo, Max. Nou, doe maar goed. Een beetje tussen het zadel. Die zit hartstikke goed. Zo. Alright, en dan het binnenste blokje. Keurig. Kijken. Netjes. Ja, helemaal prima. Nou, alleen de remklauw nog even schoonmaken. En de zuiger terugduwen. Max, doen we vandaag even met een tang. Het zou nog mooier zijn als we daar het juiste gereedschap voor hebben. Dat hebben we ook, alleen het hebben we even uitgeleend aan een andere meegewacht. Als je dit doet, moet je altijd even uitkijken dat we het rubber niet beschadigen. Nou, het ziet allemaal heel erg netjes uit, dus dat is mooi. De zuiger is nu terug. Dan spuiten we nog eventjes een remmenreiniger erop. Ja. Dat is biologischer. Gebruiken wij bij de wegenwacht. Deze pennen hier, die zijn mooi vrij. Ik laat even zien. Want die kunnen heen en weer bewegen in het zadel, waardoor een remklauw kan bewegen. Het ziet er allemaal netjes uit. Dat gaan we ook niet openmaken, want het is mooi droog en nog heel. Uiteraard, ik zal nog even toelichten, toen we net de zuiger gingen terugduwen, hebben we eerst de linkerkant gedaan en het hebben we eerst weer druk getrapt. Want als je twee zuigers gaat terugduwen, heb je best kans dat aan de bovenkant bij het remvloeistofreservoir de remvloeistof overloopt en dat is natuurlijk slordig. We gaan de remvloeistof ook nog vervangen of verversen, maar dat laat ik jullie een andere keer zien. Inderdaad, Max, goed dat je gelijk de goede soda pakt. De pen zelf heeft ook een zeskant. Daar zetten we sleutel 19 op. Steeksleutel 19. En een boutje draaien vast met een ratel en dopje 13. Dat is 14. 14, ja. Sorry, bedankt voor de correctie, Max. Juist, mooi. Ziet er goed uit, Max. Altijd met de hand, hè? Zo. Hij geeft tenminste het goede voorbeeld met handschoenen aan. Dan zetten we ze even goed vast. Dan doen we nooit meer lucht, hoor. En dan trekken we ze na zodra natuurlijk de wielen weer op de vaste grond zijn. Had je gezeten? Zeker. 120 newtonmeter. 12 kilo per meter. Nou, voordat je hem de brug afrijdt, moet je altijd even goed zorgen dat de druk op de remmen zit.
Nou, de Suzuki Swift die remt weer als de beste. Vond je het nou een leuke vlog? Dan graag een duimpje omhoog van mij. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal, want dan zie je meer van dit soort vlogjes. Niet zoveel van mij, maar wel van mijn andere collega's. Groetjes, dit was Paul en maak er een mooie dag van. Let op hè, af en toe de vloeistoffen van je auto controleren. Het motoroliepeil bij deze is oké. En die andere Wegenaf vlogs, heb je die al gezien? En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal.